Loes, jij speelt zelf in Zweden bij een club met een moeilijke naam. Hoe spreek je die precies uit? Vitvageko. Ja, dat doe ik je niet na, dus dat laat ik jou lekker doen. Hey, Zweden is op het gebied van vrouwenvoetbal toonaangevend. Leeft het vrouwen-EK al een beetje in Zweden? Ja, het leeft enorm. Overal hangen posters en biljetten. En op internet is heel veel te vinden. Websites, Twitter, Facebook staat helemaal vol mee. En steeds meer mensen weten het ook. En de wedstrijden van de Zweedse nationale elftal die zijn allemaal uitverkocht. Dus dat geeft wel aan hoe erg het leeft daar. En is het voor jou niet een extra speciaal WK? Want het is een soort van thuissnoer voor jou. Ja, het is wel een beetje speciaal inderdaad. Ja, ik voetbal er nu 2 jaar en de Zweden waar wij spelen, daar woon ik ook best wel dichtbij. Een uurtje, dus het voelt wel een beetje als een soort van thuisspelen inderdaad. Ja, de KNVB heeft 2 weken geleden aangegeven dat zij het vrouwen-EK van 2017 naar Nederland willen halen. Hoe belangrijk is dat voor een land om een EK in eigen land te organiseren? Ja, dat kan heel belangrijk zijn. En dat heb je nu ook gezien met 2009, dat wij een goed resultaat neerzetten. Dat het vrouwenvoetbal gewoon enorm groeide. En hoeveel aandacht er nu is, dat het steeds groeit. Dus als het toernooi in eigen land is, komen dus veel meer mensen, komt er veel meer aandacht. Gaan er meer meisjes op voetbal en komt het nog meer in de aandacht, zeg maar. Ja, het vrouwenvoetbal groeit. Waar denk je dat het vrouwenvoetbal staat in Nederland over 5 jaar? Dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk gewoon dat het blijft groeien en dat er steeds meer meisjes komen. En ook, dus ook de vijver waaruit gevist gaat worden voor nationale elftallen groter wordt. En de kwaliteit hoger, dat het balletje gaat rollen en dat het over 5 jaar veel bekender is en geaccepteerder nog meer. Ja, want als ik naar jouw eigen carrière kijk, dan kan ik een heleboel dingen opnoemen. Je hebt in Duitsland gespeeld, speelt nu in Zweden. Je hebt in Nederland gespeeld, speelt in het Nederlands elftal. Waar droom je zelf nog van? Ja, eigenlijk de grote toernooien. Daar een heel groot, goed succes halen. Dus zometeen op het EK. En dan kwalificeren voor het WK. En daar een heel groot resultaat neerzetten. Olympische Spelen natuurlijk. Het is eigenlijk wel inderdaad internationale toernooien om daar succes te boeken. Dat is echt mijn droom. Ik hoor het al, dromen zat. Even over het EK gesproken. Jullie zijn al weken bezig met de voorbereidingen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe zien jullie dagen eruit? We trainen veel. 1 à 2 keer per dag. Maar we zijn inderdaad 2 dagen per week vrij ongeveer. En dan kan je naar huis en dan kan je eventjes wat anders doen. En de rest van de dagen trainen we. Zijn we bij elkaar. En besprekingen. Eigenlijk alles wat erbij hoort. Komt eraan te pas. En veel met elkaar bezig zijn. En veel met voetbal. En fit zijn en worden voor straks. Ja, want naast de voorbereidingen die jullie hebben met het team, heb je dan nog persoonlijke voorbereidingen om straks fit te zijn op het EK? Niet per se eigenlijk. Ik doe gewoon normale dingen. Als ik straks naar huis ga, dan ga ik niet naar een feestje bijvoorbeeld. Dat is nu even helemaal niet belangrijk. Het is nu belangrijk dat ik fit ben, uitgeslapen ben. En als ik moet trainen hier, dat ik 100% kan geven. En dat ik straks gewoon echt topfit ben op het EK. Zodat we het EK gaan winnen straks, toch? Ja, precies. Ik ben wel benieuwd. Hoe zeg je in het Zweeds, wij gaan winnen in Zweden? Wie komt maar het winnen in Zweden? Ja, dat klinkt heel spectaculair. Dat moeten we dan ook maar gewoon gaan doen. Heb je nog een oproep voor alle Oranje fans in Nederland? Jawel. Volg ons op Facebook en Twitter.